Alhoewel de tram deelneemt aan het gewone verkeer, gelden er voor een spoorvoertuig toch andere regels. Dominique van den Eekhout van de Gentse politie legt het ons nog even uit. Een tram is een spoorvoertuig en die heeft voorrang op alle plaatsen en op alle categorieën van weggebruikers. Behalve op die plaatsen waar de voorrang geregeld wordt door verkeerslichten of door bevoegde personen. Al rij je op een voorrangsweg, de tram heeft altijd voorrang. En ook bij groen licht moet je de tram voorlaten. Let ook goed op in eenrichtingsstraten, want de tram kan hier wel in beide richtingen rijden. Maar ook wanneer je je wagen parkeert, let je best goed op. Ga alsjeblieft je voertuig niet parkeren op de tramsporen of te dicht bij de tramsporen, zodanig dat een tramvoertuig gehinderd zou zijn in zijn doorgang. Dit betekent een parkeerovertreding en dit kan eventueel zelfs leiden tot het wegslepen van uw voertuig. Normaal hebben voetgangers op een oversteekplaats altijd voorrang op andere weggebruikers. Maar dit geldt niet ten opzichte van een tram. Laat je ook niet misleiden door de blauwe kanaliseringsplaatsen. Deze geven je geen enkele voorrang, nog op trams, nog op andere weggebruikers. Op zich zijn al deze regels ook niet zo vreemd, want een tram breng je niet zomaar tot stilstand. Een tram heeft een remafstand van aan een snelheid van 50 km per uur, heeft hij zo een 77 meter nodig om tot stilstand te komen. Dat is exact 3 maal meer dan een personenwagen. Voor alle weggebruikers hebben we dan ook nog één tip. Als men aan sporen komt en men wil sporen oversteken, om toch 2 maal te kijken alvorens dat te doen. Een tram is heel stil, hoort men soms niet afkomen en kan niet uitwijken. Die zit vast aan zijn sporen. Houd de tram dus goed in de gaten. Via de nieuwslijn houden we u ook graag op de hoogte van een aantal praktische zaken. In Aalst volgen verschillende lijnen een omleiding door de rioleringswerken in de Alfred Nichelstraat. In Kieldrecht volgen de buslijnen 31, 84 en 89 tijdelijk een andere reisweg.